gewoon een lader te pakken. En dacht ik, laten we gewoon gaan vloggen deze week. Want het is volgens mij wel interessant. Woensdag beginnen we toetsen. Zij doet echt alles van Louis Vuitton. Oeh. Kijken naar deze nieuwe vlog. Weekvlog. Ik ga weer voor jullie vloggen. Het is weer toetsweek. Tenminste, het begint donderdag pas. Maar ik ga gewoon deze week vloggen. Ik denk dat het interessant is. Maar deze vlog komt later online. Want ik ga geen tijd hebben om te editen deze vlog in het weekend. Het is nu maandag 22 juni. Het is 3:10. En ik ga nu beginnen met een manket te maken voor Oh No. Waar ik een manket van ga maken is, dus ik moet een transformatorhuisje maken. Ik ga deze transformatorhuisje ga ik omtoveren naar iets van mezelf. Dan ga ik een klimmuur aandoen. En dan gaat die aan de zijkanten en aan de bovenkant gaat die met gras zo. En dan de voorkant en de achterkant gaat dan met deze steentjes. Dat is wat ik bedoel. En dan komt er nog een paal voor als je naar de boven bent. Dat je dan weer naar beneden kan gaan. Ik had een paar weken geleden de kaal spullen gehaald van school. En dan vraag je af, hoe ga je die gras gebruiken? Maken. Nou, hier zo hebben we nepgras. Kunstgras. Voor het balkon, toch? En het is niet overal. Dus mama had twee nieuwe gehaald. Die zijn hier en die was dan daar gaan zetten. Dus ik dacht, als ik nou een stukje van deze afknip, want we gaan toch een andere zetten. Dan heb ik die nepgras gewoon gecreëerd. En dan ja, ik moet nog alleen kijken hoe ik de schaal ga doen. Dus ik heb de stukjes. En het is al zo wat bijna op. En dan moet ik nog een bovenkant maken. Dit is nog het enige wat ik over heb van die foamboard. Dus er zit ook dit in. Dit. Maar ik heb geen zaag of zo, dus ik weet niet hoe ik dit moet gaan doen. Kijk, Ik heb geen schuurpapier en ik moet wel op schuren. Ik heb het aan mijn moeder gevraagd en ik mag die nepgras gaan gebruiken. Ik heb keuze uit deze en uit deze, maar ik denk dat ik deze ga gebruiken, want dit is gras, snap je? En dit is meer stof. Dus ik denk dat ik deze ga gebruiken. Dus dan moet ik dat nu even gaan. Mensen, ik ben eindelijk klaar. Het is ondertussen al 9 uur. Ik heb een avond gegeten en zo. Dit is hem geworden. Ik heb hem nog even zo, zodat dit nog kan drogen. En ik ben nu dit aan het opruimen. Ik heb gewoon een lepel thuis, maar ik vind het gewoon leuk om met dit te eten. Deze school heeft die toetsweek zo slecht gepland. Ze hebben al die toetsen waar je veel moet leren, hebben ze in het begin gedaan. En dan al die toetsen waar ik bijna niks voor moet leren, hebben ze volgende week gaan. Dus volgende week hoef ik alleen maar wiskunde een beetje. Ja, wiskunde te leren en gewoon Frans gewoon een beetje. Want het is een leestoet en ik weet bij geen Frans. Ik ga gewoon een paar woordjes leren en dat is het enige. En Nederlands. Alleen maandag. Dus moet ik maar 3 dingen leren volgende week. Terwijl ik deze week echt heel veel moet gaan leren. Ik ga zo meteen wel zien hoe mijn planning eruit ziet. Verbeeld moet ik het hele boek hebben, maar ook weten vanaf moet ik bijna alles weten. Maar niet allemaal. Het is momenteel 10:30. Ik ga nu beginnen met leren. Maar ik zal nog mijn planning aan laten zien. Wat ik deze week allemaal moet leren. Bio moet ik voor aanstaande donderdag leren. AK moet ik voor aanstaande vrijdag leren. Duits is een leestoets, dat moet ik gewoon oefenen. Ik hoef niet echt iets te leren. Maar voor aanstaande donderdag. NASC voor volgende week maandag. Geschiedenis ook volgende week maandag. En Nederlands volgende week dinsdag.
En dan is dit mijn planning. Ik ga vandaag ga ik 2 hoofdstukken van bio proberen te leren. Ik ga morgen ga ik paragraaf 1 en 2 van AK doen. En nog een keer 2 hoofdstukken van bio. Weer 2 paragrafen aardrijkskunde. 2 hoofdstukken bio. En dan gewoon Duits oefenen. Want waarom ik Duits een dag van tevoren doe is gewoon dat ik hoef het niet per se te weten, snap je? Ik hoef het niet per se te leren. Dus dan doe ik gewoon dag van tevoren op die andere dingen kan focussen waar ik echt die stof van moet weten. Dan ga ik AK, de laatste 2 hoofdstukken leren. En beginnen alvast aan NASC, want dat is echt, echt veel. Ga ik vrijdag ook alleen maar aan NASC besteden. Je kan zaterdag NASC geschiedenis, zondag NASC geschiedenis. Tot morgen. Oké, dus ik ben nu installatie aan het maken op Canva. En dat moest. Ik gebruik deze site ook om mijn thumbnails te maken. Dus ik weet al hoe het werkt. Ik heb net bioles gehad. En over een uurtje moet ik die presentatie geven. Ik heb echt zin in, maar gedaan. Wat? Als ik klaar ben met presentatie geven, dan ga ik hoofdstuk 8 leren van bio. Dan ga ik douchen, mijn haren wassen en zo. Dat duurt dan een uurtje. Dan ga ik AK leren. En dan probeer ik 2 hoofdstukken te leren van bio. Oké, dus ik heb mijn presentatie niet gehouden uiteindelijk. Omdat er was een probleem of zo met die Zoom. Dus ik moet hem morgen gaan houden. En ik ben nu bio aan het leren. Ik ben nu hoofdstuk 8 aan het leren. Eigenlijk moest ik die... Heb ik dat al gezegd? Ik weet niet of ik het heb gezegd. Maar ik ben nu hoofdstuk 8 aan het leren. Want ik had gisteren geen tijd daarvoor. Ik heb net ook gewoon zo mijn haar gewassen, als je kan zien. Sprittime. Oké, het is de volgende dag inmiddels. En ik heb gisteren tijd meer gehad om die dingen te doen. Want ik moest gewoon gaan slapen en zo. Hij is klaar. Oké, het is nu 11:45. Ik ben nu aan het eten. Ik ben weer yoghurt aan het eten met honing, want dat is gewoon lekker. Ik ga nog een beetje leren proberen ofzo. Dit is mijn outfit of the day. Deze broek is van mijn moeder. Ik weet niet van waar ze hem heeft. Gewoon met sokken. En deze shirt van de Bershka. Er staat op... ik heb geen zin om te lezen. En dan ga ik gewoon daaronder gewoon... Nike Air Force aandoen, witte. Gewoon deze. Iedereen kent deze schoen wel inmiddels. Bijna iedereen heeft deze. Hallo! Mensen van het goede leven. Het is nu 8:08. Ik heb al een beetje geleerd voor aardrijkskunde. Het is bijna nog steeds dezelfde dag. Alleen ik heb mijn haar anders gedaan. Ik ga je ticket laten zien. Oké, ik had weer niks te doen in mijn leven en ik was al mijn haarstijlen echt zat, want ze zijn zo basic. Dus ja, dan ga ik met je delen. Hier zo geen ik een scheiding proberen te maken, maar dit echt pijn, want mijn haar zit gewoon in de klit. Ook heb ik een paar dagen geleden gewassen. Als jullie een washday routine willen zien, laat dan weten in de reacties. Laat ook weten in de reacties wat jullie vinden van het eindresultaat. Zien jullie zo meteen. Hold up. Tada! Voor als jullie mijn TikTok nog niet volgen, sowieso volgen jullie nog niet. Het is shayxd.laagstreepje. Mijn Insta is by the way ook, shayxd.laagstreepje. Het linkje naar mijn Instagram account is in de beschrijving. Dus ja! Oh ja. En abonneer ook even op mijn kanaal. Want ik heb gezien dat veel van jullie niet geabonneerd zijn op mijn kanaal. Laten we even de statistieken erbij halen. 91% van jullie die nu kijkt is niet geabonneerd op mijn kanaal. Dus ja, abonneer maar gewoon. Kijk, voor als jullie me niet geloven. Niet geabonneerd. 91,1% geabonneerd. 8,8%. De mensen die wel geabonneerd zijn en nu kijken... I love you guys, you're the best. Dus deze flat hebben ze echt zo dom gebouwd. Daar zo schijnt, waar net was, schijnt de zon. En ik woon in de flat, dus we hebben een balkon, toch?
Maar hier zo schijnt de zon niet. Dus dat is overdag, maar niemand zit in de ochtend. Ja, in de ochtend zit hij buiten toch. En dan gaat hij bij mijn kamer gaat naar beneden. En eigenlijk, vroeger was het volgens mij, ja, vroeger was het een balkon, maar ze hebben het gewoon, weet ik veel. Oh ja, ik moest drinken pakken. Salut, echt alles van Louis Vuitton. Wat vinden jullie bij de week van mijn haar? Ik ga echt van het ene onderwerp naar het andere. Maar ik vind het wel leuk zo, eigenlijk. Het is echt koud geworden, maar het is gewoon nog. Het is fris geworden, maar het is gewoon nog 27 graden en het voelt aan als 28. Inmiddels. Vrijdag 26 juni. Het is 6:30. Ik ga nu naar school. Ik heb vandaag alleen aardrijkskunde gehad. Ik had pas. Ik had pas om 1:30 die toets, dus ik kon gewoon uitslapen, maar ik had mijn wekker gezet om 10:00. Dat is niet vroeg eigenlijk. Dat ik nog een beetje kon leren. Ik heb wel een goed gevoel erover of zo, want er waren al vragen die ik met 100% zekerheid weet dat ik het goed heb. Maar sommige heb ik gewoon gedingest, gegokt. Dus ja, we zien het vanzelf wel. Ik weet nog niet tot op welke dag ik ga vloggen. Ik ga zo meteen naar mijn vader. Ik ga nog een paar dingetjes in mijn tas doen en dan ga ik eigenlijk al. Oh ja, en ik moet de dinges doen. De afwas drogen. Ik heb het al afgewast. Ik denk dat ik vandaag niet meer zoveel ga vloggen. Oké, het is inmiddels al een maand verder. Ik was net de video aan het uittesten op 18 juli. Dus het was al een maand verder. En ik had nog geen outro gedaan. Maar ik wou nog even mijn cijfers aan jullie vertellen. Jullie kunnen dit stukje gewoon skippen, want eigenlijk is de video al voorbij. Dus voor de mensen die mijn cijfers niet willen horen, kunnen jullie al weggaan. Voor biologie heb ik een 5,5. Daarvoor moest ik die hele boek lezen. Duits heb ik een 8,4. Wie had dat gedacht? Ik heb niet eens geleerd voor die toetsen. Ik wou nog woord gaan leren, maar ik ging me gewoon meer focussen op biologie. Want daar moest ik eigenlijk het hele boek voor leren. Voor wiskunde heb ik een 7,2. Aardrijkskunde 7,1. Ik zei het ook al, het goed gevoel. Ja. Geschiedenis heb ik 7. Wie had dat gedacht? Frans een 6,3. Wie had dat gedacht? Oh my god. Op een of andere reden toetsen ik echt goed. Nederlands heb ik een 6,6 of een 5,6. Ik weet niet, er zijn twee cijfers. Volgens mij 5,6. Ik weet niet, er zijn twee cijfers opgekomen. Engels heb ik een 7. En dan voor NASC heb ik 5,2. Moest ik ook zo wat die hele boek leren. Dat waren mijn cijfers. Ik ben nu uiteindelijk overgegaan met 0 onvoldoendes. Dus ja. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Laat in de reactie weten wat voor back to school video's jullie van mij willen zien. Want het is back to school season, you know. En ja, dat was het video. Zie ik jullie weer in de volgende video. Oké, dag.